discoclassieker die in première gaat deze week. My Fair Lady deze keer. Oude koek? Wel nee. Wie weet wordt vanavond een ster geboren. Esmé Dekker. Haast ik zelf is de kachel haat. Lekker warm en wie doet je wat? En chocolaatje staat. Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. Feliciteren. Dankjewel. Dat ziet er fantastisch uit. Dankjewel. Wel iets bloter dan Eliza. Het is iets bloter, maar wel met bloemen. Ja, ja. Je weet nooit wat Eliza aan op privé natuurlijk. Hè? Dat ja. Hoe is het gegaan? Supergoed. Echt boven verwachting goed. Ja, ik heb altijd met premières, het gaat als een soort baas voorbij. Je doet het, je bent klaar, je denkt, ging het goed? Maar volgens mij, aan de energie te voelen van iedereen, was het een hele mooie avond. Ja. Achter hadden we wel een beetje een gezonde spanning, maar... Eenmaal dat de doek open ging, dan was het echt gewoon heel erg fijn, hoor. Eigenlijk een soort droompremière. Ja. Dat je net spanning hebt, maar net niet erg genoeg dat je toch nog de ontspanning kunt om alles uit te serveren, zal ik maar zeggen. Ja. Ik wil een dame wezen in een echte bloemenzaak. Ik moet wel zeggen, ik maakte me in het begin vooral zorgen. Die stem die je moet opzetten. Ja? Ben je niet bang dat je hem over 3 weken kwijtraakt? Je moet hoog praten, klopt. Met overslaande stem. Ja, klopt. Nee, daar heb ik echt een speciale techniek voor. Oh, ja? Want inderdaad, als ik dit heel veel avonden moet doen en ik denk niet na, dan kan ik zo mijn stem kwijtraken. Ja. Hoop in. Als je het even kan, een beetje geluk. Ik heb jou... begin zitten observeren. Het ging wel heel erg goed. Misschien wel te goed. Nou, ik weet niet. Te goed kan dat. Je was bijna de show aan het stelen. Ja, ja. Ik had te doen met de SME van... Nou, dat schrok ik ook een beetje van. Hoe staat het met mijn SME? Had ik niet begroot. Ja, het gebeurde. Ja. Wat kan je doen? My Fair Lady is een klassieker. Gisteren is een andere klassieker een première gaan, Fiddler on the Roof. Hoe sta jij als jonge blom tegenover al die oude meuk? Ja, oude meuk vind ik het niet genoemen. Nee, het is ja. Nee, ik vind het eigenlijk wel heel interessant. Ik vind juist dat we van deze generatie wel heel veel kan leren van de oudere musical. Ja. Ik zou denken, jij loopt weg met Hamilton of Dear Evan Hansen. Ja. Ook. Wat steek jij hiervan op, van de My Fair Lady? Van de My Fair Lady? Nou, echt het traditionele boekmusical. Ja. Gewoon scène, liedje en flink wat energie met dans erbij. Daar steek je wel een film over. We willen altijd even een nieuweling spreken voor ons. Ben jij zomaar uit de zee komen lopen? Is dit jouw debuut? Dit is mijn eerste professionele grote musical. Ja, ja. Echt. Ik heb voorheen nog wel in kindermusicals gespeeld. In Narnia, Oorlogswinter, Kruisig, Spijkerbroek. Ja. Maar dit is mijn eerste echte grote professionele musical. Première in Carré. Ja. Prachtig. Ik vond het vooral heel fijn om na 3 jaar op school gezeten te hebben. Om dan alles wat je geleerd hebt in de afgelopen 3 jaar toe te passen. Dus ja. Helemaal zelfstandig aan te pakken. Zelf ontdekken hoe je lichaam werkt zonder alle technische danslessen die je hebt. Alle technische coaching die je hebt. Maar gewoon om het allemaal zelf te doen.
Ik ken je eigenlijk alleen maar sinds Frank Sanders. Ja. Hoe staat het met jouw leven? Hoe ben jij opgeklommen op deze ladder? Was jij, je was natuurlijk geen bloemenmeisje, maar nee. Hoe was jij in je prille jeugd? Nou, weet je, ik heb eigenlijk nooit iets liever gewild dan dit. Ik heb mijn hele leven, vanaf mijn vierde jaar, altijd gedanst, gezongen, gespeeld. Ik wilde altijd alleen maar dit. Ik had geen plan B. Ja. Dus eigenlijk ben ik een doorzetter. Ik wilde alleen maar dit doen. En ik ben ervoor gegaan. En dat is wat Eliza ook heeft. Weet je? Ja. Ze is een vechter, ze gaat voor wat ze wil, ze is niet op de mondje gevallen. En eigenlijk ben ik dat ook. Ik vind haar techniek bijvoorbeeld verbijsterend echt. En he, voordat ze relatief onervaren is met spel en zo, vind ik geweldig wat ze doet. Ik vind je zo beheerst. Dankjewel. Ja. Ik ben een jaar ouder. Nee, ja, ik weet niet. Nee, ik weet focus. Nog het moment dat je net deze rol te pakken had, was je iets meer lawaai. Ja, precies. Ja, maar was ik zo hysterisch blij. Ik ben nu ook wel hysterisch, maar het zit meer van binnen, zeg maar. Ja, ongelooflijk. Ja. Je wordt rijk.